Goedenavond allemaal. Mijn naam is Martien Lankester. En ik voel me zeer vereerd de uitnodiging van Theo Mulder om hier te komen spreken over een onderwerp dat mij ook heel erg na aan het hart ligt. De boer als dokter van de toekomst. En ik denk dat we het moeten hebben, en dat hebben jullie vandaag al uitgebreid gedaan. Ik heb gehoord dat er 2 series van 20 workshops zijn geweest die erg goed bezocht zijn. We zullen het moeten hebben over de echte vragen. Het probleem is niet of we voldoende voedsel kunnen produceren voor 9 miljard mensen in 2050. Het probleem is, de vraag is, hoe we dat produceren en waar we dat produceren, hoe we dat verwerken en consumeren. Het probleem is niet hoeveel chemicaliën er nodig zijn om ons voedsel te produceren. De vraag is hoe we van bodemvruchtbaarheid weer het centrale thema kunnen maken. Het probleem is niet of een biologische appel nou meer antioxidanten bevat dan een gangbare appel, hoewel dat ook heel interessant is. Maar de vraag is vooral op een ander niveau hoe wij de voordelen van gezond voedsel, dat geproduceerd wordt op een duurzame manier op een gezonde bodem, weer op de juiste manier kunnen waarderen. Het probleem is ook niet hoe groot boerenbedrijven moeten zijn om het voedsel te produceren dat we nodig hebben, maar de vraag is meer hoe we de honderden miljoenen kleine boeren, middelgrote boeren op de hele wereld, die 70% van al ons voedsel produceren, hoe we die kunnen helpen. En vergeet niet dat veel van hen vrouwen zijn. 70% van alle boeren op de wereld is een vrouw. Hoe we die kunnen helpen en ondersteunen bij het verduurzamen van hun productiemethode. Het probleem is niet hoe we voedsel goedkoper kunnen maken, maar de vraag is hoe we het systeem van de berekening van de werkelijke kosten van ons voedsel, de true cost accounting, onthoud die term, want daar zult u de komende jaren veel meer over horen, hoe we dat weer kunnen toepassen op de hele voedselketen. Als ik me even voor mag stellen, ik ben opgeleid als arts en sociaal geneeskundige, heel lange tijd geleden. En ik maakte toen ik nog studeerde een reis door Afrika. En daar kwam ik in contact met mensen die te weinig voedsel hadden. En ik was op bezoek bij een arts in de bush in Tanzania. En die liet mij zien hoe belangrijk goed voedsel voor de gezondheid is. En teruggekomen in Amsterdam, waar ik studeerde, begon ik wat te lezen over voeding en het effect van voeding op gezondheid. En ik had een beetje, ik had 3 jaar gestudeerd toen, ik had een beetje het gevoel, ja, wat leer ik? Ik leer ontzettend veel tijdens die studie, maar het is allemaal zo symptomatisch en zo technologisch. Het is allemaal heel nuttig, maar ik zoek ook iets anders. Dus ik ben me in die voeding gaan verdiepen vanuit het gevoel dat voeding iets is waar we elke dag mee te maken hebben. Iedereen op de wereld. En iedereen op de wereld kan in principe, en niet voor iedereen geldt dat jammer genoeg, maar in principe kun je elke dag keuzes maken in je voeding. Gelukkig geldt dat voor de meeste mensen. Dus daarom ben ik me als voeding, met voeding gaan bezighouden. En toen ik later afgestudeerd was, ik heb ook nog terwijl ik nog studeerde, een tijdje met een groep vrienden een van de eerste biologische restaurants van Nederland opgezet en gerund 3 jaar lang. En toen ik afgestudeerd was, ben ik in Iers, Edens, zo heette dat vroeger, bij Wommels, begonnen met een praktijk waar ik vooral veel werkte met voedingsadviezen. En ik ben de zoon van een arts, maar mijn ene paken was een schoolmeester, dat merkt u misschien nog wel. En mijn andere paken was een boer, vlakbij Amsterdam. En ik had van allemaal wat meegekregen, dus ik was vroeger veel op de boerderij van mijn paken geweest. Mijn grootvader, mijn opa. En daar had ik ook wel mee gemolken. En ik denk van ja, ik wil iets met die landbouw. Als me dat gegeven is, als ik de kans krijg, wil ik ook iets met die landbouw gaan doen. Want dat is waar ons voedsel vandaan komt. Dus toen ben ik een jaar later in Edens met een biologisch dynamisch melkveebedrijf begonnen. En inderdaad, zoals Renze net al zei, 's morgens vroeg eerst de koeien melken. En dan om 8:30 onder de douche en om 9:00 de eerste patiënt. En dan gebeurde het inderdaad wel eens dat ik een kwartiertje later kwam. En soms moesten we 's middags de middagpatiënten afzeggen, want dan moest ik in het heer. He, dan in de ongetiet, dan werden de middagpatiënten afgezegd. Gelukkig had ik niet van die hele urgente patiënten. Ik had een consultatieve praktijk. Maar dat gebeurde wel eens, ja.
Ja. En iedereen lachte zich natuurlijk dood dat een dokter onder de koeien ging zitten melken. Maar ik vond dat belangrijk om ook niet alleen het gevoel te krijgen van waar komt dat voedsel nou vandaan? Wat kost het aan tijd en energie en wat komt daarbij kijken? En daar wilde ik graag meer van leren. En toen ontstond een paar jaar later de groep Wommels. Sommigen van u hebben dat, die wat ouder zijn, die hebben dat waarschijnlijk wel meegekregen. Dat er toen een groepje boeren in de buurt van Wommels is omgeschakeld naar biologische en biodynamische melkveehouderij. En dat was in die tijd ook. Nou, daar werd ook om gelachen. Niet alleen dat, maar die werden ook nog uitgelachen op bruiloften en partijen. Doi en mai maar dat biologische. Hartstikke gek. Maar dat waren wel de eerste boeren die meewerkten aan het opzetten van de zuivelcoöperatie, de biologische zuivelcoöperatie, die binnen in Limmen in Noord-Holland opgezet werd, die later enorm is gegroeid en overgenomen is door Campina. En van daaruit ook heb ik later, samen met Dirk van der Schaaf, die laatst in de krant stond, een bijzondere man die op een jaar na 50 jaar actief biologisch boer is geweest, die ook tegen alle klippen in daarmee begonnen is, Soene Groen opgericht als de eerste organisatie in Friesland ter ondersteuning van de biologische landbouw, waar later inmiddels een actieve organisatie, de Vereniging van Friese Biologische Boeren, Vereniging Biologische Boeren Friesland, moet ik zeggen, uit voortgekomen, of niet uit voortgekomen is, die is ontstaan uit de boeren zelf, maar Soene Groen heeft dat een aantal jaren ondersteund. En sinds 1991 run ik een kleine organisatie die in ontwikkelingslanden actief is om daar projecten voor duurzame landbouw en voeding op te zetten. En samen met lokale boerenorganisaties en overheden. Zo zag ik er 30 jaar geleden uit. Maar de kei in de gropstal. Wat hebben we nodig voor een verandering? Ik denk dat we het ook moeten hebben, niet alleen maar over boeren, maar ook over de consument. We hebben het niet alleen over de kwantiteit van de voedselproductie, maar we moeten het vooral hebben over de kwaliteit en voor de waarden die we in ons voedsel stoppen. Ik ga het eerste deel wat meer praten over de boer en het tweede deel wat meer over de consument, maar het zal ook regelmatig door elkaar heen lopen. Wat heeft de boer na de Tweede Wereldoorlog meegemaakt onder leiding van Mansholt? Moest er meer voedsel geproduceerd worden. Dus dat ging vooral om kwantiteit. Voedselzekerheid was het motto. En we kwamen er al langzamerhand achter, en met name in de eind 60er en 70er jaren kwamen we erachter, dat alleen maar kijken naar de kwantiteit, naar de hoeveelheid, naar de productie van hoe meer voedsel, dat dat ook een heleboel negatieve bijeffecten heeft. Je krijgt een verlies van bodemvruchtbaarheid, je krijgt een verlies van biodiversiteit. Het draagt ook nog eens bij aan klimaatverandering. Op sommige plaatsen in de wereld is ontbossing een gevolg van landbouw en met name de productielandbouw, de intensieve landbouw en verwoestijning in bepaalde delen van de wereld. U heeft vast en zeker in een goede krant in Friesland, het Fries Dagblad, twee maanden geleden gelezen dat de bodemvruchtbaarheid van Flevoland in gevaar is. Een heel opvallend artikel. Zoiets zou 30 jaar geleden, 20 jaar geleden nog niet geschreven kunnen zijn, denk ik. Waar nu gezegd wordt dat door de intensieve manier van boeren de bodemvruchtbaarheid is afgenomen. Nou, wat was Flevoland niet het land van de toekomst voor de boeren? En als nu gezegd wordt, ja, derde aandachtstreepje, als een boer zorgvuldig met zijn bodem omgaat, bijvoorbeeld een meer biologische vorm van landbouw, zegt de Wetenschappelijke Raad voor Integrale en Duurzame Landbouw en Voeding, dan biedt dat meer kans op een goede bodemstructuur, stabiele opbrengsten en voldoende waterbergend vermogen. En we moeten als boeren, industrie, handelspartijen, overheden, waterschappen en burgers samen daar verantwoordelijkheid voor nemen. Nou, ook dat weer, dat sprak mij geweldig aan, want dat is de enige manier waarop we verder kunnen. Een ander negatief bijeffect van de enorme ontwikkeling, de productielandbouw, bijna de fabrieksmatige landbouw die we hebben gezien, is dat ook er grote monopolies zijn ontstaan. Met name voor zaden. En er zijn gelukkig steeds meer mensen die daar bezwaren tegen maken, dat die monopolies van die zaden bij een paar grote bedrijven komen te liggen. En dat daardoor de zelfstandigheid van de plaatselijke boeren, die op zoveel regio's van de wereld hun eigen goede zadenproductie hebben,
die dan op een gegeven moment niet meer aan de bak komen en die dure zaden moeten kopen. We zien dat ook de maatschappij langzamerhand steeds meer klaagt over het dierenwelzijn, wat in de intensieve landbouw achteruit gaat. We zien, en daar zijn ook steeds meer mensen, die maken ons daar bewust van, dat kwetsbare ecosystemen door grootschalige landbouw en met name in opkomende economieën erg bedreigd worden. En dit alles samen leidt tot voedselonzekerheid, tot gezondheidsproblemen, zowel van mens, dier, plant en met name bodem, een vermindering van de natuurlijke hulpbronnen en een leegloop van het platteland. En de conclusie kan dan niet anders zijn dat er enorme paradigmaverandering nodig is. Een paradigma, dat is, om met Olly Bommel te spreken, een denkraam. We hebben een ander denkraam nodig om te kijken naar landbouw en voedselproductie van de toekomst. Die niet meer gebaseerd moet zijn op opbrengsten en alleen maar op opbrengen, kwantitatieve opbrengsten, maar op kwaliteit en gebaseerd moet zijn op de bodem. De enige duurzame productie is die productie die gebaseerd is op een gezonde bodem. Ik maakte net een opmerking naar de vorige spreekster, omdat ik het zo opvallend vond dat op een van haar eerste dia's liet ze zien dat er een lector duurzame melkveehouderij was en een lector concurrerende melkveehouderij. Nou breekt mijn klomp, zei ik tegen haar. De enige echt concurrerende melkveehouderij op de lange duur is toch de duurzame melkveehouderij? Dus maak alsjeblieft gauw dat die andere overbodig is. He? Met jouw werk, alsjeblieft. Wij moeten preventief leren denken, ook in de landbouw. In de gezondheidszorg, en dat was voor mij 40 jaar geleden de stap om me bezig te gaan houden met voeding. In de gezondheidszorg wordt langzamerhand wat meer preventief gedacht. En gelukkig komt ook steeds meer naar voren dat de grote veranderingen in de verbeteringen van de gezondheid meer door preventieve maatregelen zijn gekomen, het verbeteren van de hygiëne, het verbeteren van de voeding, etc., dan door curatieve maatregelen, het geven van pillen en dat soort dingen meer. Als mensen gezond blijven, hebben ze minder behandeling nodig. Nou, datzelfde geldt voor de bodem. Waarom behandelen we de bodem niet op dezelfde manier? Als we de bodem goed verzorgen, kan ze ons voeden. Als we dat niet doen, heeft ze steeds meer kunstgrepen nodig om dat voedsel te blijven produceren. Maar dat blijkt op den duur niet duurzaam te zijn. Dus laten we daar eens mee aan de slag gaan. Dat is precies wat dit bedrijf hier, waar we te gast zijn, al jaren doet. En u heeft vast en zeker dit plaatje vandaag al vaker gezien. Het bodemvoedselweb, het netwerk wat er zich onder de grond afspeelt van schimmels en beestjes en van alles en nog wat, dat nodig is dat energie en voedingsstoffen overdraagt. En alleen een levende bodem kan levend voedsel produceren. Wilt u niet levend voedsel eten? Of wilt u voedsel dat op een andere manier is geproduceerd? Ik zal niet zeggen dat het doodvoedsel is wat we eten, maar het moet levend voedsel zijn voor een levende mens. En daar zijn methodes voor die dat al heel lang beoefenen. De biologische landbouw is hier al verschillende keren genoemd. De agroforestry, agrobosbouw, is een methode waar steeds meer naar gekeken wordt, met name in landen waar veel bossen zijn. Agroecologie is een term die tegenwoordig gebruikt wordt. Pablo Titonel, de hoogleraar in Wageningen, is op die systemen hoogleraar. Permacultuur. En van al die methodes kan elke boer wat leren. Ik geloof echt niet dat alle boeren binnen 5 jaar biologisch zijn, hoor. Maar ik denk wel, en dat blijkt ook steeds meer, dat datgene wat in de biologische landbouw, in de agroecologie, in de agroforestry in de afgelopen decennia is geleerd, dat dat van geweldig nut kan zijn voor elke boer. Want elke boer wordt er steeds meer op gewezen dat hij voor de bodem moet zorgen. En dan daarnaast wil ik nog even niet vergeten energie te noemen. Het is nu even een zijspoortje, maar ook voor de boer is het ongelooflijk interessant om zich bezig te gaan houden met energie op zijn bedrijf. Wat gebruik ik en waar haal ik dat vandaan? En daarin kan hij ook een voorbeeld zijn. Even een paar cijfers over de biologische landbouw. Wereldwijd zijn er meer dan 1 miljoen biologische boerenbedrijven die inmiddels
meer dan 37 miljoen landbouwareaal hebben. In Europa is dat 10 miljoen. En dan ook nog eens een keer 31 hectare niet-landbouwareaal wat biologisch is. En wat moet je daarbij voorstellen? Dat zijn gebieden waar wilde producten kunnen worden verzameld. Dat is aquacultuur. Dat is ook nog eens een keer. Dus alles met elkaar meer dan 60 miljoen hectare. Een totale omzet van meer dan 50 miljard euro, waarvan 20 miljard in Europa. En er zijn al landen in Europa, een stuk of zes, die meer dan 10% biologische landbouw hebben. Ze staan hier op een rij. Liechtenstein, Oostenrijk, Zweden, Zwitserland, Estland, Tsjechië, Letland. Nederland kent inmiddels een dik 1600 boerenbedrijven, biologisch gecertificeerd, met een areaal van 50.000 hectare. En een omzet die dit jaar volgens mij net over de 1 miljard gaat. Is die verandering naar een meer duurzame methode, is die mogelijk? Daar wordt aan alle kanten van alles en nog wat over gezegd. Op een ja-manier en op een nee-manier. Ik heb gekeken naar een paar grote spraakmakende rapporten. Het ICESTAT Report is het bovenste wat daar genoemd wordt. Dat bestaat al een aantal jaren, 7 jaar geleden uitgekomen. Daar hebben een aantal 900 experts op het gebied van landbouw en voeding uit 100 landen aan meegedaan. En onder toezicht van een aantal VN-organisaties tot stand gekomen. Dat zegt heel duidelijk dat rapport, ja, dat kan. Wij kunnen die kant op. Wat is er met dat rapport gebeurd? In heel veel landen en bij heel veel organisaties is het daar in die la verdwenen waar mijn glaasje water staat. En pas kort geleden ontstaat er wel weer meer aandacht voor. Het TEEP-rapport, The Economics of Business and Biodiversity. Dat laat zien welke bedrijvigheid belangrijk is voor de biodiversiteit. Met name de landbouw kan zich enorm profileren als verbeteraar en versterker en ondersteuner van biodiversiteit. Blijkt ook uit dit rapport. We hebben al een aantal jaren een speciale VN-rapporteur voor agroecologie en het recht op voedsel. Tot een jaar geleden was dat Olivier de Schutter. Een hoogleraar van Belgische afkomst, die hoogleraar is in Engeland. Die een prachtig rapport heeft geschreven in 2011. En die ook zegt, dit kan als we dit allemaal met elkaar willen. De IFAD is de onderzoeksafdeling en met name de ontwikkelingspoot van de FAO. De Wereldlandbouworganisatie. Die geeft een Rural Poverty Report uit. Dus een plattelandsarmoede rapport. De enige manier, wat staat daarin? De enige manier is om al die kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden meer duurzaam, agro-ecologisch, biologisch te laten werken. Dat is de enige manier. Het is niet de enige manier om grootschalige landbouw te promoten. Nee, de enige manier is om al die kleine boertjes te helpen. Om dat meer duurzaam te doen. Mij is gevraagd om even duidelijk aan te geven als ik aan mijn tweede blokje begin. Dat heeft iets met het onderwijs te maken. Dat is nu het geval. En nu ga ik iets meer vanuit de consument praten. Maar ook daar zult u de boer regelmatig terug zien komen. Die consument is steeds meer bewust. Ik zat in de auto op weg hierheen en te luisteren naar het programma Mangiare. Eten op zijn Italiaans. Het is zo'n programma waar 's avonds allerlei dingen over eten worden gezegd. 1 keer in de week. En daar sprak een trendwatcher. Een dame die zei, nou, er is een hele duidelijke trend de laatste jaren dat jonge mensen steeds meer geld willen uitgeven voor goed, biologisch, natuurlijk, invoelbaar voedsel waar je wat bij kunt voelen. Ook al kost het wat meer, ze gaan dan wat minder vlees eten, maar dan wel een betere kwaliteit vlees. En wat minder zoetigheid, maar dan wel andere dingen biologisch. En ik reed hier het dorp in, even later, een paar minuten later. En ik moest even wachten voor een jongeman die de weg overstak, met een kistje in zijn hand. En ik reed zowat tegen hem aan, dus ik stopte vlak voor hem. Dan stond er op dat kistje Willem en Drees. Nou, ik denk, dat vind ik interessant. Dus ik ben even omgedraaid, even gekeken wat voor auto dat was. Luc Menke, geloof ik. Heerlijk aan huis stond er op die auto, een busje. Dus die man die bezorgt blijkbaar kistjes. Willem en Drees, u kent vast Willem en Drees, een van de producenten en handelaren in duurzame biologische producten. En die bracht daar, hier in Kolmerswaag, bracht hij een kistje aan huis.
Nou, dat soort dingen zie je steeds meer. Mensen gaan kopen in de Ecoplaza, in de markt met een Q. Je hebt allerlei boerenmarkten waar je duurzame streek en biologische producten kunt krijgen. De markten van streekproducten, dat neemt enorm toe. De kookprogramma's, niet te vergeten, de koks. En dat is een consumentenbeweging die heel interessant is. En ik zet daaronder even een quote uit de krant van afgelopen maand. Friesland Campina, melkprijs verlaagd tot 30,5 cent per kilo. In maart was dit nog 34 cent. Biologische melkprijs blijft stabiel op 47,75 cent. Dat zegt een heleboel. Toen wij 40 jaar geleden, 38 jaar geleden begonnen met het fabrieksmatig de eerste biologische melk te verwerken in Limmen, toen werd die melkprijs voor de biologische boer werd gekoppeld aan de gangbare melkprijs. En die was wat hoger. En als die gangbare omlaag ging, ging die biologische wat omlaag. Als die gangbare omhoog ging, ging die biologische omhoog. En nu, wat zie je nu? Het verschil is groot. 17 cent is meer dan de helft meer dan de gangbare. Maar die blijft ook gelijk. Die gaat niet meer mee. En waarom niet? Heel simpel. De vraag naar biologische melk is nog steeds groot. En dat komt door die interessante consument daarboven. Die daarboven staat. Die vraagt om die biologische melk. En dat is een trendbreuk, denk ik. Net zoals Albert Heijn, die nu AH biologisch veel actiever aan het promoten is. Dat zijn trendbreuken. Dat ineens het af is, het weg is van het kleinschalige denken. En het wordt meer normaal om naar streekproducten, naar andere kwaliteiten, naar biologisch te kijken. Een consument is ook op allerlei andere manieren bezig. Die is actief in de duurzame dorpen. Die heeft een sociaal bewustzijn. Die denkt na over het verdeling van het voedsel in de wereld. En die kijkt ook naar zijn voedingsgewoonten steeds meer. Er zijn steeds meer consumenten, dat werd ook gezegd vanavond op de radio, die minder vlees eten. Maar dan wel een goed stukje vlees van een bepaalde achtergrond, bijvoorbeeld biologisch of scharrel. Net wat ze kunnen krijgen bij hun in de buurt. Maar wel waar ze meer van weten wat het is. Met andere woorden, zo heb ik dat genoemd, het meerwaardendenken in de voedselvoorziening begint toe te nemen. En dat meerwaardendenken, dat is waar jullie als boeren het van zullen moeten hebben in de komende jaren. Meedenken met die waarden die voor de maatschappij van belang zijn. Een consument ziet steeds meer dat voedsel veel meer is dan alleen maar een verzameling voedingsstoffen. Die ziet steeds meer dat voedselkeuze ook kan bijdragen aan een betere gezondheid. Ook voor hun kinderen. Het zijn ook vaak jonge ouders die anders gaan eten. Die genieten van echt voedsel, de slow food beweging. Die een duurzamere toekomst van de wereld willen. En dat waardedenken van de consument, dat neemt hand over hand toe. Dus die boer zien ze ook anders. Die boer kan niet alleen maar een producent van voedingsstoffen zijn, maar ook een leverancier van mooie en smakelijke producten zijn. Die kan een rentmeester van de bodem zijn. Die kan een leverancier van gezondheid zijn. Die kan een verzorger van ecosystemen en biodiversiteit zijn. Een verbeteraar van dierenwelzijn en een oplosser van klimaatproblemen. Goh, wat een taken voor die boer. Wat een taken voor die boer. Nou, dan heb je mensen die lokaal denken. Daar hebben we net al even over gehad, hè? Die lokaal kunnen kopen bij iemand die ze vertrouwen en kennen. Kennen u het begrip locavoor? Dat is een nieuwe term. Niet alleen je hebt carnivoren, zijn mensen die vlees eten. En locavoor, dat komt van het woord locus, plaats. Mensen die op hun eigen plaats eten, die lokaal voedsel willen. Slow food is er natuurlijk. Je hebt ook mensen die globaal denken en die kijken dan naar de handel. Hoe is dat product verhandeld? Is het wel fair trade? En dat is natuurlijk lastiger als je iets van ver weg koopt. En is er wel rekening gehouden met het ecosysteem? Ik heb twee foto's hieronder gezet van mijn goede vriend John Liu, de filmer. Die in China als filmer actief is geweest bij een fantastisch project van de Wereldbank. Waar ze gekeken hebben naar een heel groot project, een heel groot gebied, zo groot als België, dat helemaal verwoestijnd was. Dat zag eruit zoals op de linkerfoto.
En de Wereldbank heeft toen gezegd, zullen we daar eens wat aan gaan doen? En met de lokale boeren zijn ze gaan nadenken, hoe pakken we dat aan? Het eerste wat ze zijn gaan doen is bomen planten. En die boeren lachten hun uit, die zeggen, ja, het is dat we er een cent per boom voor krijgen, maar anders deden we het niet, want kunnen we toch niet eten van bomen? En na 15 jaar zag het eruit zoals op de foto rechts. En was de hoeveelheid landbouwgrond wat verminderd, want er was ook meer bos en bossages en struiken en heggen. Maar de landbouwproductie was verdubbeld. Dankzij het feit dat er weer langzamerhand een toplaag begon te ontstaan die water kon opvangen door het planten van die bomen, door beter om te gaan met de bodem. En daar kijkt dus ook die consument naar. Die wil steeds meer dat er rekening wordt gehouden met dat lokale ecosysteem. Met de voedsel- en zaden zelfbeschikking. Hè? Food sovereignty en seed sovereignty. Met kleine boeren, met vrouwen. En dat meerwaarde denken, dat maakt dat die consument langzamerhand een meerwaarde boodschappentas wil vullen. Die wil niet alleen maar voedsel kopen, nee, die wil dus die biodiversiteit kopen, die eerlijke handel kopen, die dat dierenwelzijn kopen. En dat is waar jullie als boeren op kunnen inspelen, op die meerwaarde boodschappentas. Andere voedingspatronen hebben we het net al even over gehad, omgaan met afval en, dat heb ik eerder al genoemd, die externe kosten. Die externe kosten van de landbouw. En pas langzamerhand beginnen we erachter te komen wat niet alleen de gevolgen zijn van onze landbouw, maar wat het ook kost. Wat kost het aan gezondheidszorg? Wat kost het aan het opruimen van vuil water en et cetera? En wat kost het aan klimaatoplossingen? Ik heb met mijn organisatie Avalon in 1993 een conferentie georganiseerd in Oost-Europa. Toen werd er voor het eerst in Oost-Europa door op een hoog niveau over biologische landbouw gesproken. En daar kwam een man van Haskoning, toch een heel gangbaar adviesbureau uit Nederland. En die had onderzoek gedaan naar de Donauvervuiling. De rivier de Donau, die stroomt door 10 landen voordat die in de Zwarte Zee uitkomt. En wat was zijn conclusie? 60% van de diffuse vervuiling van de Donau komt uit de landbouw. Op dat moment werden er honderden miljoenen per jaar in het schoonmaken van de Donau gestoken. En toen hebben wij gezegd, zullen we nou eens 1 of 2 miljoen steken in het zoeken naar andere landbouwoplossingen? Nou, dat heeft geleid tot een paar hele interessante projecten. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Dus die externe kosten op heel veel gebieden, die op gezondheidsgebied, op milieugebied, op klimaatgebied, die moeten we allemaal gaan meerekenen. En pas dan weten we werkelijk wat onze landbouw kost. Ik zag toevallig een rapport van Berenschot, ik denk uit 86. Dat was in opdracht van Triodos Bank door Berenschot gemaakt, wat toen al berekende dat als alle kosten zouden worden meegerekend, een biologisch product 15% goedkoper zou zijn dan een gangbaar product. Nogmaals, is die verandering mogelijk? Die vraag heb ik net al gesteld en toen heb ik op deze 4 rapporten gewezen. En nu ga ik wat verder met dat antwoord. Ja, dat is mogelijk als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Om te beginnen moeten boeren gesteund worden in het verduurzamen van hun hele bedrijfssysteem. En dat geldt voor elke boer. En dat hoeven echt niet allemaal meteen biologische boeren te zijn hoor. Maar elke boer, hè, dat merken jullie ook al langzamerhand in de regelgeving. Je moet steeds meer die kant op gaan. En de boeren die dat al gedaan hebben, die zijn toch vaak in het voordeel. Ook kleine bedrijven moeten wereldwijd ondersteund worden. Het moet samengaan met het herstel van ecosystemen in de landen waar die te lijden hebben gehad onder de intensieve landbouw. Het moet vooral ook samengaan met het hergebruik van braakliggend land. Hier in Nederland valt dat wel mee. Maar ik heb veel gereisd in Oost-Europa en Rusland. Miljoenen hectares liggen daar, ongebruikt, die prima op een duurzame manier bewerkt zouden kunnen worden om meer voedsel te produceren. En we moeten de werkelijke kosten gaan doorberekenen en tegelijkertijd die consument bewust maken van de keuzemogelijkheden die hij heeft. En we moeten niet alleen naar de boeren kijken, maar ook de keten helemaal, de toeleveranciers, de afnemers, moeten allemaal meedoen in dit verhaal, anders werkt het niet.
Ook een hele interessante vraag is, kan biologisch de wereld eigenlijk wel voeden? Nou, daar wordt steeds meer over geschreven. En gelukkig steeds meer op een positieve manier. Fiebel is het onderzoeksinstituut wat al meer dan 40 jaar bestaat in Zwitserland. Die hebben al een proef lopen die 21 jaar loopt. Die hebben laten zien dat gemiddeld aan de voorzichtige kant 80% van gangbaar wordt geproduceerd op de biologische grond. Allerlei verschillende producten. Cornell University heeft 200 studies vergeleken. Die komen op ongeveer datzelfde percentage. Universiteit van Californië heeft een onderzoek gedaan onder een groot aantal boeren. Die komen op een wat hoger percentage. In India is een heel interessant onderzoek gedaan. 7 jaar lang met zo'n, hoeveel boeren weet ik niet meer. In ieder geval 3200 hectare. Ik dacht dat zo'n 1000 boeren, kleine boeren waren. Daar blijkt dat op een aantal producten gemiddeld 120% wordt geproduceerd van gangbaar. En hoe kwam dat vooral? Omdat in dat klimaat de biologische landbouw veel beter tegen de droogte kon. Doordat er een diepere beworteling en een betere toplaag en een betere waterretentiecapaciteit was. Het water werd beter vastgehouden. Nou, in Michigan is recent weer een onderzoek verschenen van Badgley. In Denemarken is een onderzoek van Hallberg verschenen. En in Wageningen vechten ze elkaar nog steeds de tent uit in het antwoord op deze vraag. Hè, als we naar Aal Dijkhuizen en Rudy Rabbingen luisteren, dan kan het absoluut niet de hele wereld voeden met biologisch. Als we naar Pablo Titonel en Jan Douwe van de Ploeg luisteren, dan kan het prima. En mevrouw Fresco, Louise Fresco, die twijfelt wat. Maar ik vind haar argumenten tegen biologisch nou niet zo vreselijk sterk. Dat er eens een keer een biologisch bedrijf ook een veeziekte heeft gehad. Ja, dat kan natuurlijk best eens voorkomen, maar je moet naar het grote plaatje kijken. En met name zegt de FAO langzamerhand dat als je biologisch gaat introduceren, dan zal het zeker zo zijn dat in landen als Nederland en Duitsland op sommige gronden minder wordt geproduceerd. Je ziet een biologische melkveehouder minder melk per hectare produceren, althans als je alleen zijn Nederlandse hectares meerekent. Maar dat juist in de landen waar nog heel veel ontwikkeld kan worden, de toename zo groot is dat dat meer dan compenseert wat we minder produceren in een land als Nederland. En u moet ook niet vergeten dat die niet-biologische melkveehouder eigenlijk zijn vee ook op allerlei andere plekken in de wereld heeft lopen waar zijn voer wordt geproduceerd, nietwaar? Dus dat kan leiden, alles samen, tot meer voedselzekerheid, een betere gezondheid en met name een nieuwe waardering van de boer. We hebben daarvoor hele brede coalities nodig. Boeren, consumenten, natuurbeschermers, die moeten we meenemen in ons verhaal. Nu het Wereld Natuurfonds heeft nu dat nieuwe project voor duurzame melkveehouderij. Prachtig, zulke initiatieven. Het kan nog beter, maar het is een heel goed begin. Dat soort organisaties, die moeten met ons als boeren meedenken. En samen met klimaatdeskundigen, met politici laten zien. En de zorg werd net genoemd door Wiebke en ik vond het een heel mooi voorbeeld. Ik heb toevallig kort geleden met een andere zorgdirecteur gesproken. Van Naarderheem, in een grote zorginstelling in het Gooi. En die zei precies hetzelfde. He, daar is de kok, die was helemaal klaar met al dat kant-en-klare voedsel. En die heeft een echt restaurant gemaakt. Een echt restaurant. Daar komen de mensen 's avonds, die kleden zich er ook netjes voor aan. Die komen er gezellig, chic eten. Ze kunnen kiezen uit 3 menu's, worden aan tafel keurig bediend. En dat is allemaal vers en grotendeels biologisch en streek, et cetera. Ja, dat zal wel duurder zijn. Toen die kok met dat plan kwam, zei de directeur. Nou, hij zei, ja, dat kunnen we wel uitrekenen. Het bleek uiteindelijk maar 4 cent per dag per persoon duurder te zijn. En wat kregen ze als bijeffect? Veel meer familie kwam in het restaurant mee eten. Die vonden het leuk om weer bij Paak en Beppe te komen eten. En die betaalden dan, dus ze hadden ook weer wat extra inkomsten. Maar het mooiste was dat de afdeling apotheek van die instelling na 2 jaar bij hem kwam, bij die directeur, die zei, nou moet je eens kijken wat er is gebeurd. Wij hadden een groot bedrag aan voedingssupplementen uit de apotheek voor onze hele bewonersbevolking. En dat is nu verminderd met 8 cent per persoon per dag. Dus
Die extra kosten van die goede keuken, die hadden ze er al lang weer uit. Heel interessant. Ik was ook heel blij met jouw voorbeeld, dus dat is wel leuk om dat eens aan elkaar te koppelen. Je moet praktische voorbeelden laten zien met elkaar. Je moet niet alleen maar praten, maar je moet vooral voorbeelden laten zien. We hebben gelukkig langzamerhand een heleboel demobedrijven die over een paar weken hun deuren weer openzetten. Volgend weekend is dat geloof ik al. Om te laten zien hoe het kan. Je hebt streekmarkten waar allerlei bedrijven hun producten laten zien. Ook steeds meer, en dat is ook een hele interessante denk ik, multifunctionele landbouw. Het is geen schande als een boer andere inkomsten dan alleen maar voedselproductie heeft. Nee, het is juist fantastisch dat je kunt laten zien dat een zorgbehoeftige op jouw bedrijf zich thuis voelt en daar wat aan zijn behoefte, in zijn behoefte kan worden voorzien. Dat je op een biologisch bedrijf makkelijker biodiversiteit kunt ondersteunen. Die landbouw milieuprogramma's. We hebben al in 81, ik moet hier niet aan zitten geloof ik. In 81 in Wommels zo'n klein programmaatje gehad. En dat is in langzamerhand, heeft dat een enorme vlucht genomen. Het is geen schande, het is niet tweede rangs. Het is juist het boeren van de toekomst. En we moeten toe naar ambassadeurs voor soil food. Het is iets anders dan soil food, bodemvoedsel. Nou, daarvoor heb je netwerken nodig. En wie moeten daar in die netwerken zitten? Nou, vooral hele belangrijke mensen, dus boeren. U ziet daar linksboven boeren uit Kirgizië. Wij deden daar een training een jaar of wat geleden met die boeren. En dat was wel een heel mooie anekdote. Ze hadden een fantastische composthoop gemaakt met onze trainer. En die wilden ze laten zien. Nou, dus, nou, dat kan wel naar het land hoor, zei die trainer van ons. Dat kan wel naar het land, daar zitten zoveel wurmen in. Die wurmen, dat zijn jullie medewerkers. En ik pakte even een hand daaruit. En om een of andere reden word ik aangesproken daar door sommige mensen als dokter. Dus, oh dokter, you make your hands dirty, je maakt je handen vies. Ik zei, nee, dit is het goud. Ik wil graag goud vasthouden, zei ik tegen. Dit is het goud van de boer. Oh ja. En we kwamen er een paar dagen later weer. En toen hadden ze met dat verhaal van onze trainer, met die wurmen, wat hadden ze toen gedaan? Toen hadden ze die compost naar het land gebracht. En toen waren ze al die wurmen gaan uitzoeken en terugbrengen naar de composthoop. Want ze dachten dat ze anders tekort zouden komen. Fantastisch. Hè? Nou, en rechtsonder zien jullie een groep jonge boeren in Zuid-Afrika. We doen op dit moment een project in Kaapstad. In de townships, in de hele arme wijken. Waar we allerlei kleine grondjes, biologische tuinen van maken. Met behulp van een lokale trainers. Een groepje lokale trainers. Die wij hebben getraind met mensen onder andere uit Dronten. En die daar heel actief met tuinen bezig zijn. En wat brengt hun dat? Om te beginnen, gezond voedsel. Zij wonen daar in een omgeving waar ze helemaal niet gewend waren om gezond te eten. Het brengt hun een klein beetje extra inkomen, want dat mogen ze verkopen, die opbrengsten. Die over wat ze zelf niet nodig hebben. En het maakt de leefomgeving groener. En wat heel interessante bijkomstigheid is, het maakt de leefomgeving veiliger. En dat viel dus op bij een aantal van die tuinen, dat de scholen waar die tuinen vaak bij liggen, die zeiden, hey, we hebben veel minder last van criminaliteit rondom die scholen. Hoe komt dat? Omdat er gewoon een positieve activiteit gebeurt. De kinderen gaan daar kijken, die willen meehelpen. En er lopen mensen rond die groenten komen kopen. En dat is een positieve activiteit. Nou, zo draagt dat bij aan een heleboel aspecten van de kwaliteit van leven. Nou, iets minder belangrijke mensen staan daar ook op. Prins Charles daar rechtboven. Die bezocht onze demoboerderij in Bulgarije een aantal jaren geleden. Ik was toen nog wat jonger, hij ook. En dat is een enorme fan van de biologische landbouw. Hij is zelf ook al sinds 86, dus 29 jaar biologisch boer. En toen een paar jaar geleden Clinton in Achlem kwam, toen vroeg hij of ik even met hem wilde komen praten, want hij had gehoord van ons werk. Nou, ik zei, dan zeg ik geen nee. Dus heb ik even met hem gepraat en die heeft me ook uitgenodigd om in zijn werk wat meer aan biologische landbouw te stimuleren. Je kunt denken wat je wil van dit soort mensen, maar ze hebben wel invloed. Nou, dus alles wat daar tussenin zit, moeten wij beïnvloeden. Dus, nogmaals, niet alleen de boerenorganisaties, maar ook de milieu- en natuurorganisaties, de dierenwelzijnsorganisaties, de mensen die met klimaatoplossingen bezig zijn, die moeten wij vertellen dat de boer helpen kan met oplossingen. Ik wil een paar voorbeeldjes noemen van projecten die ik de laatste jaren gedaan heb met onze experts uit verschillende landen. In Bulgarije, in een heel arm gebied, waar de landbouw eigenlijk langzamerhand marginaal was geworden in Oost-Bulgarije. Daar ontdekten we dat er een enorme
natuurwaarden waren. Er vliegen 3 soorten gieren rond, allerlei prachtige planten, waardoor het heel interessant is voor plantenkenners. Dus we hebben gestimuleerd dat op die boerenbedrijven kleine toeristenaccommodaties zijn gebouwd, met een paar kamers en een nette badkamer. En dat ze klanten zijn gaan trekken uit het natuurtoerisme-circuit. Nou, dat heeft tot geweldige interessante ontwikkeling geleid. Dat allerlei toeristen uit westerse landen komen daar. Die komen daar kijken, maar die komen daar ook slapen. Die geven daar wat geld uit. Dat kost €30 per nacht, inclusief 3 maaltijden en wijn en bier. Dus dat is voor een westerse toerist helemaal niet zoveel. Maar voor die mensen betekent het 3 nachten zo'n toerist per maand, hebben ze bijna een maand extra inkomen. En vooral de uitwisseling van ideeën die je krijgt tussen die westerse toerist, die wel geïnteresseerd is in hun omgeving en ook in hun voedsel. We hebben 2 topkoks meegenomen. Erik van Veluwe zullen sommigen van u wel kennen. Die is daar geweest om een cursus te geven om met lokale producten de keuken wat te verfijnen, om wat mooiere voedsel voor die mensen neer te zetten. Een ander voorbeeld heb ik net al laten zien. Farming for the Future, training op het gebied van biologische landbouw. En wat blijkt daar? Dat ze de kisten die ze afzetten, die kunnen ze niet aanslepen. Wekelijks worden daar 500 kisten verkocht inmiddels. In een korte tijd heeft ze dat ontwikkeld. De vraag is naar 1000. En wij proberen dus met die lokale groep daar meer mensen te trainen om dat aan te gaan leveren aan al die klanten die dat willen kopen. En het mooie is dat van die kist krijgt de boer 55% in zijn zak. Wat zie je in Nederland? Hele interessante dingen. Ik had toevallig van mijn collega's die meewerkt in projecten die in Dronten zitten, die vertelde dat zowel de hogeschool in Dronten als de biologische middelbare landbouwschool allebei zo'n 40-50% meer studenten hebben in de laatste 2 jaar, vergeleken met 2 jaar geleden. Je ziet dat steeds meer mensen zich met stadslandbouw gaan bezighouden. Je ziet dat steeds meer mensen zich met voedselbossen, permacultuur, de AH-groentetuintjes zijn er genoemd, de vierkante metertuintjes. Er is een soort revival van het kijken naar hoe komt mijn voedsel. Nou, en daarom wil ik graag eindigen met te zeggen dat het enige goede bodemvoedsel, soil food, wordt geproduceerd door de duurzame boer en boerin, die de dokters en de smaakmakers van de toekomst zijn, omdat ze de aarde weer gezond maken en ons eten weer echt maken. Dank u wel.